In dit filmpje over hoofdrekenen zoek ik een antwoord op deze vraag. Hoe los ik oefeningen op van het type tiental plus tiental eenheid, tiental eenheid plus tiental en tiental min tiental eenheid? Ik begin met het type tiental plus tiental eenheid. Je ziet hier de oefening 50 plus 36. Het tweede getal, 36. Heeft zowel tientallen als eenheden. Ik splits het getal 36 op in 30 en 6 en schrijf zo de oefening in het lang. Dan krijg ik 50 plus 30 plus 6. Ik begin met 50 plus 30. Dat is gelijk aan 80. Hierna tel ik de 6 erbij. 80 plus 6 is gelijk aan 86. Een tweede voorbeeld. 40 plus 25. Ik splits 25 op in 20 en 5. En als ik de oefening in het lang schrijf, krijg ik 40 plus 20 plus 5. Ik maak eerst de oefening 40 plus 20. Dat is gelijk aan 60. En hierna tel ik de 5 er nog bij. 60 plus 5 is gelijk aan 65. We gaan verder met de type tiental eenheid plus tiental. 34 plus 20. Als ik deze twee getallen van plaats wissel, krijg ik de oefening 20 plus 34. Dit type oefening is hetzelfde als de oefeningen van daarnet. Ik mag alleen bij een optelling de termen van plaats wisselen. Bij een aftrekking gaat dit niet. Ik los de oefening op zoals de oefeningen van daarnet. Het tweede getal, 34, splits ik op in 30 en 4 en schrijf zo de oefening in het lang. Dan krijg ik 20 plus 30 plus 4. Ik begin met 20 plus 30. Dat is 50. Hierna tel ik de 4 erbij. 50 plus 4 is gelijk aan 54. Hier zie je de oefening 47 plus 50. Ik kan de oefening natuurlijk ook oplossen zonder de termen van plaats te veranderen. Dan doe je dit op deze manier. In het eerste getal, 47, heb ik 4 tientallen. Ik moet daar 5 tientallen bij doen. 4 tientallen plus 5 tientallen is gelijk aan 9 tientallen. Aan mijn 7 eenheden verandert niets, want ik moet geen eenheden toevoegen. Mijn uitkomst is dus 97. Nu komen er oefeningen van het type tiental min tiental eenheid. Je ziet hier de oefening 30 min 12. 12 heeft zowel tientallen als eenheden. Ik splits dit getal op in 10 en 2 en schrijf de oefening in het lang. Dan krijg ik 30 min 10 min 2. Ik begin met 30 min 10. Dat is gelijk aan 20. En daarna trek ik de 2 er nog af. 20 min 2 is gelijk aan 18. Hier zie je de oefening 80 min 37. Ik split 37 op in 30 en 7. Dit wordt dus 80 min 30 min 7. 80 min 30 is gelijk aan 50. En 50 min 7 is gelijk aan 43. Een paar tips. Laat het eerste getal steeds volledig. Enkel bij de optelling mag je de termen van plaats wisselen. Bij de aftrekking mag dit niet. Werk goed in tussenstappen en probeer ordelijk te werken zodat je geen stap vergeet.